Ga jij vaak naar de stad? Of zeg jij, zoals sommigen, dat je naar het dorp gaat? En is Apeldoorn nou een stad of een dorp? Apeldoorn kreeg nooit stadsrechten, dus eigenlijk is het een dorp. Maar de bestuurders in ons land spreken tegenwoordig gewoon van gemeente. Er wonen hier ruim 160.000 mensen en Apeldoorn is de grootste gemeente van Gelderland. Wist je dat? Apeldoorn bestaat al vanaf de 8e eeuw. Toen was het een klein dorpje. Maar door de papierindustrie begon dat dorpje vanaf de 16e eeuw flink te groeien. Door de aanleg van het kanaal en een treinverbinding in de 19e eeuw groeide Apeldoorn nog meer. Er zijn toen veel huizen en bedrijven gebouwd. We gaan een kijkje nemen in de binnenstad en op zoek naar gebouwen uit die tijd. Daarbij moeten we heel veel omhoog kijken, want de winkels die jullie kennen zitten in een modern jasje, maar boven die winkels zie je nog heel veel sporen van vroeger op de gevels. Kijk maar. Voor 1918 heette de Hoofdstraat trouwens nog Dorpstraat. Ooit was het onderdeel van een belangrijke handelsroute die liep tussen Duitsland en Elburg. En het is een van de straten die er in de middeleeuwen al waren. Maar toen vond je hier nog niet al die gebouwen. Laat staan winkels met spijkerbroeken of mobieltjes. Zoveel winkels als nu waren er sowieso niet vroeger. Veel producten werden aan de deur verkocht. De melkboer kwam bijvoorbeeld 's morgens de melk brengen. En supermarkten bestonden nog helemaal niet. Grappig eigenlijk dat je nu ook weer je boodschappen thuis kunt laten bezorgen. Dat gaat er alleen wel anders aan toe dan vroeger. We beginnen op het Raadhuisplein. Zie je die metalen strepen die hier tussen de stenen op de grond zijn gelegd? Heb je enig idee waarom die hier liggen? Ze lopen hier en daar misschien wat onder een van de terrassen door, maar als je de lijnen volgt, zie je misschien dat het een soort plattegrond is. Het is de plattegrond van de dorpskerk die hier eeuwenlang heeft gestaan. De fundamenten van die kerk, dat is zeg maar de onderkant van een gebouw, de basis waarop het gebouwd is. Die liggen zelfs nog onder de bestrating verstopt hier. Al sinds de middeleeuwen vormde de kerk het middelpunt van Apeldoorn en was het een herkenningspunt voor mensen die over de Veluwe reisden, wat toen nog heel gevaarlijk was trouwens. Halverwege de 19e eeuw, in 1840 om precies te zijn, werd er een nieuwe kerk gebouwd die niet meer in het centrum lag, maar dichter bij Paleis het Loo, waar nu de grote kerk staat. De krakkemikkige dorpskerk werd toen afgebroken en die maakte plaats voor een marktplein en een stadhuis, of we noemen dat ook wel raadhuis. Zie je al die terrassen hier? Nou, vroeger stonden hier dus marktkramen, maar dat werden er al gauw zoveel dat er aan de andere kant van het stadhuis een groter marktplein werd gebouwd. En ja, dat is er nu nog steeds. Daar heb je vast wel eens boodschappen gedaan. Apeldoorn was dus flink aan het groeien. Een grotere kerk, een groter marktplein. Maar ook dat raadhuis bleek al gauw te klein voor Apeldoorn. Bekijk het gebouw eens goed en stel je voor dat de eerste verdieping er niet op zit. Want zo zag het gebouw er oorspronkelijk uit. Toen het gebouw te klein bleek, hebben ze die etage erop gebouwd. Maar in 1943 werd die etage door een brand vernield. Pas in 1977 is het er weer opgebouwd. Echt een gebouw waar veel mee is gebeurd dus. Het huidige stadhuis staat achter dit gebouw aan het Marktplein. Je bent er misschien wel eens geweest om een paspoort op te halen of zo. Dat gebeurt niet meer hier in het oude raadhuis. Maar het raadhuis wordt nog wel gebruikt voor trouwerijen. Die statige trappen en de oude architectuur passen natuurlijk mooi bij zo'n romantische dag. Kun je ook zien waarvoor het raadhuis nog meer wordt gebruikt? Als je over het plein loopt, kom je een standbeeld tegen. Het is een borstbeeld van koning Willem I, dat ter gelegenheid van de 100-jarige onafhankelijkheid van Nederland in 1913 hier werd geplaatst. Je kunt wel zien dat dit vroeger een belangrijk plein was voor Apeldoorn. Er is trouwens nog een leuk verhaal over een belangrijke gebeurtenis op dit plein. Zie je die lantaarnpalen daar? Wel handig toch, als je hier 's avonds nog even wilt shoppen? Ook dat was vroeger wel anders. Een donkere boel waarschijnlijk. Toen de eerste gaslantaarns werden geplaatst in februari 1863, er was nog geen elektriciteit, was dat een belangrijk moment.
Op dit belangrijke plein verzamelde zich een flinke menigte om te zien hoe de eerste lantaarn werd ontstoken door de burgemeester. Maar toen hij plechtig zei, er zij licht, nu zouden we misschien zeggen spot aan, toen bleef het donker. Oeps. Gelukkig klom de directeur van de gasfabriek snel in de paal om het brandertje schoon te maken, zodat iedereen toch nog kon juichen toen het licht aanging. Laten we de hoofdstraat eens oplopen. Veel van de winkelpanden in de binnenstad van Apeldoorn zijn ontworpen door de architect Andries van Driessen. Waarschijnlijk zegt die naam je niets, maar hij ontwierp ook een gebouw dat jullie vast wel kennen, de Julianatoren. En dan bedoel ik niet de achtbaan of het reuzenrad, maar die oude uitkijktoren in het midden, want daar begon het pretpark ooit mee. Deze architect bouwde aan het begin van de 20e eeuw veel huizen en andere gebouwen. Vaak met mooie glas- en loodramen, bloemdecoraties, gekleurde tegeltjes, etc. Het witte pand op de hoek hier heeft hij bijvoorbeeld ontworpen voor een juwelier. Je kunt ook zien wanneer het is gebouwd. Heb je dat al ontdekt? Verderop staat ook een bijzonder pand. Kijk maar eens goed naar alle details. Het is alsof je steeds weer iets nieuws kunt ontdekken. Heb je de dieren al gezien die bovenaan het dak de wacht houden? Het is net alsof ze zo van de dakkant gaan springen. Ben benieuwd of je ziet welke dieren het zijn. Waarom er beelden van deze dieren op het dak staan, weten we eigenlijk niet precies. In de Apeldoornse archieven is daarover geen informatie te vinden. Wel weten we dat architecten en bouwers vroeger boeken hadden waaruit ze allerlei bouwmaterialen konden kiezen. Ook van dit soort versieringen waarschijnlijk. Misschien kun jij een mooi verhaal bedenken waarom de eigenaar van dit pand voor deze dieren heeft gekozen. In veel gebouwen zitten er ook woningen boven de winkels. Dat was vroeger al zo. Boven deze winkel zie je ook woningen. De ramen van de verdiepingen zijn heel mooi versierd met bloemen. Wel vrolijk eigenlijk. Als je dan omlaag kijkt, zie je dat hier niet altijd een gamestore heeft gezeten. Net als dat we nu reclameborden maken, lieten ze vroeger ook met behulp van afbeeldingen al zien wat er te koop was. Misschien krijg je al trek wanneer je naar de tegelplateaus kijkt boven de winkel. We brengen ook nog een bezoekje aan de Van Kinsbergenstraat. Weet je eigenlijk wie dat was, Van Kinsbergen? Van Kinsbergen was een admiraal, een echte zeeheld, die toen hij pensioneerde van de Woeste Zeeën in Apeldoorn ging wonen en allerlei goede daden verrichtte voor de bewoners van Apeldoorn. Tegenover de bibliotheek staat een beeld van deze zeeheld. Bij deze winkelwoningen, in de Van Kinsbergenstraat, kun je ook weer allerlei details ontdekken. De stijl van de panden is heel afwisselend. Er zijn verschillende materialen gebruikt, verschillende vormen en meerdere kleuren. En ook hier weer zie je de afbeeldingen op tegels. De gebouwen zijn niet saai en plat, maar er steekt van alles uit. Een balkonnetje, een zwevende serre of een spannend torentje op het dak. Ik ben benieuwd wie er in het torenkamertje mag slapen.